Leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze vlog. Het is vandaag maandag, de 25e. Jazeker, de 25e. Het is de eerste dag van de zomervakantie. En I am not prepared. At all. Ik heb de afgelopen week... ben ik niet helemaal mijn best zelf. Ik ben niet zo lekker de hele tijd. Ik slik met hele grote regelmaat. Paracetamol, ibuprofen, ben langs de huisarts geweest. Dus dat loopt allemaal. Maar daardoor ben ik dus niet fit. En zit ik heel veel gewoon naar buiten te staren. En dus mijn huis is echt nog... Nee, ik kan het zien. Een complete and utter disaster. Er staat nog een wasmand die moet opgeruimd worden. Mijn bed is nog niet opgemaakt voor vandaag. De gordijnen moeten opgeladen worden. Dit is nog mijn slaapkamer. I'm so sorry. Het is een mes. Anyways. Dat gezegd hebbende... Maakt er niet zo heel veel uit. Lauren en Brooke worden elk moment gebracht. Fleur en May zitten nu beneden. Dus het is vandaag ook een beetje een overgangsdag. En ze hadden 30 graden afgegeven. Maar dat is het nu niet meer. Want ik dacht eerst van, oh, dan gaan we gewoon lekker naar het Vissermeer. Gaan we daar lekker zwemmen. Zijn we uit het huis, hoef ik het niet te zien. Maar het is eigenlijk best wel lekker. Gewoon cool. Dus het wordt denk ik gewoon hier in de tuin spelletjes voetballen. En ik heb gevraagd wat het goed is als we in ieder geval zoveel mogelijk speelgoed, wat we toch niet meer gebruiken, weg gaan doen. Even een beetje gaan declutteren. Dat helpt misschien. Nu ik energie heb daarvoor vandaag. Een beetje. Niet heel veel, een beetje. Dus dat. Ik wacht nu nog even op Logan en Brooke. Die hebben natuurlijk vandaag die overgangsdag van hun vader afgekomen. En dan gaan we gewoon lekker opruimen. Ik heb dus bedacht dat ik, aangezien we nu 3 weken lang vakantie hebben, ik 3 weken lang ga filmen en vlogs gaan maken. Want Logan was 2 weken geleden jarig. En toen ging ik zijn 3 jaar montage maken. Of 3 jaar, 9 jaar montage maken. En dacht ik, oh, dit is zo cute. En ik heb al die beelden omdat ik regelmatig video's maak. En ik vind het gewoon leuk om te doen. Dat ik gewoon terug kan kijken. Dus ja, dat ga je de komende weken veel op dit kanaal zien. Hoe de zomervakantie gaat met de samengesteld gezin. 3 weken lang. Oh, I'm actually excited. Dit is denk ik de eerste keer. Eerste zomervakantie met 4 kinderen dat ik niet overweldigd ben en niet zenuwachtig ben. Denk ik, oh, hoe moet er 3 weken aan doorkomen? I think we got this. I think we got this. Overigens heb ik ook een ingevlochten vlecht bij mezelf geprobeerd. I'm not hating it. I'm also not loving it. Dus, nou ja. Misschien is het ook iets wat ik de komende weken kan perfectioneren. Anyways, vandaag is dus een lekker relaxed dagje. Even wachten op de kinderen en dan gaan we lekker keutelen. Oké. Okay. Ondertussen is het bijna 2:30. Niet dat jullie veel gemist hebben. Kinderen zijn thuisgekomen. Gaven allebei aan dat ze super moe waren. Schijnen pas om 10:50 gisteravond naar bed te zijn gegaan. Dus dat snap ik dan ook. Meest die had met zijn vader gebeld en gevraagd of hij mocht meehelpen op het land. Dus die is mee uien rooien. Ik heb even afgezet. En daarna ben ik doorgegaan naar Albert Heijn. Waar ik super over gestimuleerd raakte van de hoeveelheid mensen. Ik heb een clipje met mijn telefoon opgenomen en ik hoop dat jullie horen hoeveel herrie het is. En als dat niet is, dan doe ik hem er niet in, dan heeft het geen enkele meerwaarde. Maar goed, dat was zeer enerverend. Ik ben er gewoon nog moe van. Toen hebben we geluncht met z'n viertjes, dus Fleur, Lauren, Brooke en ik. En daarna is Fleur naar de camping gegaan, een vriendinnetje spelen. En Logan en Brooke liggen nu op hun bed iPad te kijken. Ik heb zojuist paracetamol en ibuprofen op. Echt, dat is white hard. Normaal. Want ik heb dus net medicatie ingenomen om hopelijk de pijn een beetje te verminderen. Dus ik lig op mijn bed en dan wordt wel iedere dag steeds minder. Dus ik hoop dat ik morgen goed genoeg ben dat we naar de dierentuin kunnen ofzo. Ik heb gezien dat ik via de Jumbo daar kortingskaartjes voor heb, dus... Dat wil ik dan eigenlijk misschien vanmiddag even regelen. En dan moeten we vanmiddag ook nog naar de logopedie. Dus we hebben gewoon een heel even een kleine soort van siesta. Dat doen wij gewoon. Vinden we fijn. Het is echt een super relaxed begin van mijn vakantie dus. Good morning. Welkom bij deze dinsdag. Het is al 11:15. Zei ik gisteren niet dat ik om 10:00 weg wilde? I did it. Not really. Maar goed, met 4 kinderen. Ik had wel de wekker om 8:00 gezet. En we gingen om. 9:00 waren we aan het eten. En ik denk dat ik om 10:00 of zo, dat ik eigenlijk dacht, oh ja, we kunnen zo weg. Maar toen moest ik nog flesjes water zoeken. Toen moest ik het eten van vanavond er nog uithalen. En toen moest ik het video nog uploaden. Van Logan's kinderfeestje.
Brukt haar wel nog ingevlogd te worden? Ik heb een poging gedaan, jongens. Maar het komt gisteren bij mezelf niet goed. Ik ga dat zien. Nou, hierbovenop is het een klein beetje wat rommelig. Maar naarmate de vlecht dikker en dikker werd. Nou, ik vind hem leuk geworden. Ik vind dat mama goed kan oefenen. Wat vind jij ervan, Burk? Burk is heel druk bezig met de schoenen aandoen. Meest gaan jodelen. Dat is toch niet jodelen? Jodelen is toch... Die... Jodela Hiti, dat is Jodela. Ik weet niet wat dat is, maar het is wel een dans. Jodela Hiti, Jodela. Oké, anyhow, deze camera ga ik niet meenemen, want dan ga ik niet meer lopen slepen. Ik ga alles met mijn telefoon filmen, dus ik hoop dat de kwaliteit oké is. Want ik zie het gewoon niet zo zitten, eigenlijk. Nou, trouwens, zou ik het niet doen. Ik heb hem toch? Neem hem dan mee. Zou ik hem meenemen? Ja, dat is wel een idee. Ik gesmeerd, hallo. Oké. Ik heb ze net allemaal even naar buiten gestuurd. Want ik heb het echt super warm. Maar geloof dat we alles hebben. Ik heb de tickets die ik heb besteld gisteren uitgeprint. We hebben 5 boterhammen met smeerkaas en 5 boterhammen met chocopasta. Met grote dank aan onze Fleur. Die heeft het even gesmeerd. Ik heb 5 flesjes water, 5 koekjes. Het is een dierentuin. Het zal allemaal wel gaan. Ik ga deze wel meenemen. Ik stond te twijfelen. Ik zag het wel doen, ga ik het niet doen. Ik ga het wel doen. Waarom heb ik hem anders? Dus dat is leuk. Kinderen zitten in de auto. Let's go. We don't have a plan. Just let me live a little younger than I really am. We've got nothing here to save us from ourselves. Let's live life like it's made up. Jump in the wishing well. Nothing can stop us. We are wanderers, 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 nothing can stop us. Wat is het antwoord? Het is een stille nacht. Staat de van? Ja. Een leeuw. Tot 8 Tot 8 kilometer ver horen brullen. Kijk, hè, hier staat het antwoord. Ik heb het voor deze. Staat een tijger? Tijger. Oh ja. Oh, ja.
Oh, ze lopen onze foppen, want er staat een typisch leeuwenkattengebit. Oh, bij de leeuwen. En het was al bijna 7:15. Ik ben lekker aan het koken. We eten broccoli, kaasnietseltjes, aardappelkroketjes. Pascal die eet weer aan het land, want die is nog steeds bezig met de uien. Kindertjes, die zitten achter die deur. Deze wil niet mee, maar die andere drie willen wel vanavond gaan kijken bij hem. Dus die ga ik na het eten nog maar even brengen. Omdat het al, nou, ik heb daar zo bijna al wachten, denk ik. Ik ben mijn spaatsel kwijt. Geen idee waar die is gebleven, maar die is echt hartstikke pleitels. Ik heb een paar dagen denk ik, ja, ik heb niet gevraagd, ik heb hem niet gebruikt. En dan nu, waar die is gebleven. Nou ja, zo had ik zo'n kaartje zitten omdraaien. Het was dus best wel leuk bij de dierentuin. We hebben allemaal genoten. Ik ben wel echt super moe nu. Dus ik wil echt veel. Dus ik ga die handen van nu. Ja. Ik ga de rest van de avond lekker nemen. Chillen willen. De kinderen wegbrengen. Geen meer rijden. Nou, we hebben in ieder geval een voedzame maaltijd. De kinderen wilden heel erg graag een gouden bogen. En dan hebben we daar wel even een pitstop gemaakt. Want ik wou koffie. Hadden ze niet meer. Hij gaat allemaal weer slaan. Dat ziet niet eruit. Nou, we hebben wel een pitstop gemaakt bij de McDonald's, want dat wou ze heel graag. Maar ze gaan daar niet avond eten, want dat vind ik een beetje too much. Ze hebben een drinken daar gehaald. Ik wou een ijskoffie, die hadden ze niet. Dus toen ben ik eraan naar de McDonald's verderop gereden. Naar de Dunkin' Donuts verderop gereden, want daar hebben ze dus wel ook koffie. Dus nou ja, dan hebben we toch maar een beetje het een en ander gedaan. Ja, zo dus came in. De spijkerbroeken die ik gisteren heb besteld. Deze, ik vermoed dat die een beetje hetzelfde is die ik gisteren aan had. En deze. Ben benieuwd. Ik kon dus niet helemaal uitkomen of het nou dezelfde als deze was trouwens. Van de mango zeker. En die was nu maar 16 euro. Dus nou ja, we gaan het proberen. I will show you. Oké, okay, I'm not hating it, but I'm definitely also not loving it. Ik zie hier dus echt wel een andere spijkerbroek met flared pants. En I don't know. Ik heb zo'n platte kont in. I don't know. Hij zit voor des wel lekker. Misschien moet ik mijn maatje kleiner nemen of zo. Want hij is op zich best wel rooien. Nu al. Maar die andere die ik had van de CNA was ook maat 44. Dus ik dacht, ik moet nu ook een maat 44, maar I don't know. I don't know. Zoals, ik sta nu gewoon serieus op boven op tippy toes. Ik kan gewoon serieus niet lager staan of hoger staan. Nee. Ik denk niet dat dit hem gaat worden. I don't think this is gonna be a keeper. I just don't think so. I don't know. No, I don't think so. Oké, ik weet niet of ik dit zo heel veel beter vind. Dit is overigens precies dezelfde maat. En deze zit echt wel. Hier kan ik echt niet zo hard aan trekken. Dit is echt niet zo strak. Of los. I don't know. Flares. Iets. Het is niet zo lang. En ik weet ook wel, jeans loop je altijd een beetje uit. Maar I don't know. Het is gewoon geen vervanging van degene die ik had. I don't know. I don't hate this one though. I don't hate it. En dat was mijn 16 euro. Ik denk voor 16 euro dat ik hem best wel kan bewaren. I mean, I guess. Moet je kijken hoe recht mijn poepie is. Nee, dat loopt wel uit. Het is niet dat het niet... Er zit wel potentie in, I guess. Er zit potential in. Ondertussen is het een aantal dagen later. En kom ik tot de realisatie dat ik deze video nooit heb afgesloten. Dit was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat was, geef deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van wat we deze vakantie allemaal gaan doen. En zie ik in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei.